Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe extra video. Ik heb vandaag voor jullie een video die een beetje in het teken staat van Black Friday. Zoals jullie misschien wel weten is het volgende week Black Friday en je hebt dan altijd gewoon mega veel korting overal. En een webshop die daar ook aan meedoet is Pretty Little Thing. Ik heb er 2 keer eerder een video over gemaakt met allemaal leuke items. En ja, ik vind dat ze bij Pretty Little Thing gewoon hele leuke dingen hebben. Vooral de winterdingen, ze hebben hele leuke jassen, leuke truien, leuke hoodies. Dus ik heb ook aardig wat jassen uitgekozen. Ik heb 8 items uit mogen kiezen bij Pretty Little Thing. Dus dat heb ik ook zeker gedaan. Ik heb er 3 mega grote tassen liggen. Het past allemaal niet in één zak. Dus het zijn echt 3 mega grote zakken. Dat is echt niet normaal. Dus al die items ga ik vandaag aan jullie laten zien. Ik ben echt heel erg excited. Ik heb het wel eventjes open gemaakt om te zien. Maar ik heb nog niks gepast. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Heb je nou zin in deze video? Doe dan dat duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen. Ik ga beginnen met de eerste zak. En daar zit als allereerst een jas in. Zoals ik dus al zei, vind ik de jassen bij Pretty Little Thing heel leuk. Dus ik heb er 4 uitgekozen. En als eerst een beige. En dat is deze puffer jacket. Ze hebben hem dus ook in het zwart. Maar ik vond die crème kleuren wel heel erg leuk. En de voornaamste reden dat ik deze heb gekozen is omdat hij een capuchon heeft. En ik heb dus eigenlijk helemaal geen jas met capuchon. Wat best wel handig is om wel te hebben. Maar ik vond deze gewoon echt heel erg leuk. Ik hou de laatste tijd echt heel erg van dat beige crème kleurtje. Ik vind die puffer jacket heel erg leuk. Dus ik dacht, ja, deze moet ik gewoon hebben. Hij zag er op de site ook echt mega leuk uit bij het model. Echt heel erg leuk. Ik heb deze in een maatje 6. En dat is een maat 34. Ik vond het best wel een beetje lastig om de maten uit te kiezen bij Pretty Little Thing. Want met de zomeritems had ik soms een 8, soms een 6. Maar ik heb voornamelijk gewoon heel erg naar de beschrijving gekeken. Daar stond dan bij hoe lang het model was en welke maat zij aan had. Nou, ze had volgens mij een maatje 8 aan, maar was 1,70. Dus ik dacht, nou, dan neem ik een maatje kleiner. Want ik ben 1,60. Dus dat is deze. Hij gaat gewoon open en dicht met een rit. En heeft verder ook nog 2 grote zakken. Dus hier ben ik echt heel erg blij. Ik hoop dat hij leuk staat. Ga ik hem straks gelijk aantrekken. Nee, maar ik ben hier echt onwijs blij mee. Dus dat is deze. En deze jas was €65. Maar nu met Black Friday gaat er natuurlijk wat korting vanaf. Dus ik zal alle linkjes trouwens van alle items in de beschrijving zetten. Voor als je ook een van de items wilt shoppen. Maar deze jas was dus gewone prijs €65. Ik vind deze jas ook echt heel erg leuk. Hij is wel wat dunner, waardoor hij wel wat meer hangt. En niet echt heel erg poofy is. Maar misschien als je hem dicht doet en zo'n beetje zo... Ik vind het wel echt heel erg leuk. Die kleur ook. Ik vind het nog best wel leuk. Zeg maar op die joggingsbroek ook zo. Echt heel erg leuk. En die capuchon lekker op. Ze hebben deze dus ook nog in het zwart. En ik heb er nu dus gewoon een trui onder. En die maat zit echt perfect. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Kijk hoe leuk dit is. Oh my god. Oké. Dan ga ik door met een paar schoenen. Ik heb dus ook een paar schoenen uitgekozen. Ik heb eigenlijk nog nooit schoenen uitgekozen bij Pretty Little Thing. Maar ik zag deze en ik vind die trend zo leuk dat ik dacht, ja, dit moet je gewoon hebben. Jullie kennen waarschijnlijk de trend wel van de Chelsea boots. Nou, dat zijn deze, maar dan hoge versie. En ja, je moet ervan houden of niet. Ik vind het echt heel erg leuk. Daarom heb ik ze ook uitgekozen. Ik heb ze in een maatje 36, gewoon mijn eigen maat. En dit zijn ze. Ze passen niet eens helemaal op beeld. Ik moet eerlijk zeggen, als je ze zo ziet, dan denk je waarschijnlijk, oh. Maar als je ze aan hebt, ben ik echt... Oké, die zijn echt heel leuk. Althans, dat had ik. Ik heb er namelijk eentje gepast. Ik moet wel zeggen dat ze een beetje aan de grote kant zijn. Terwijl ik heb gewoon mijn eigen maat genomen. Maar misschien ook gewoon even een iets dikkerdere sok erin moet doen. Dat al helpt. Maar de onderkant is dus gewoon zoals een Chelsea boot. Ze heeft ook best wel een hoog plateau. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. En verder loopt hij gewoon ongeveer tot net boven je knie. Ik kan hem dichtmaken en openmaken met een rit. Wat ik zelf heel erg handig vind. Vind ik veel makkelijker dan dat je er helemaal in moet stappen, moet trekken en zo. Je hebt gewoon lekker simpel een rit. Dus ik ga volgende week foto's maken met Rosa en zo. En ik heb wel helemaal leuke outfitjes hiermee in mijn hoofd. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Dus dat zijn deze. En deze zijn €70. En dan deze laars. Ik heb er maar eventjes eentje aangedaan. Omdat ik ben van de week gevallen met de scooter. En dat doet een beetje pijn als dat daarop zit. Maar ik vind ze echt heel erg leuk. Ja, je moet er echt heel erg van houden. Maar mij lijkt het heel erg leuk met een oversized jas eroverheen. Of juist een oversized trui. Ik weet niet. Ik vind het stofje ook gewoon heel mooi. Het is niet te glanzend of zo. Echt heel blij mee. Hij is alleen dus een klein beetje te groot hier. Misschien zie je dat ook wel. Omdat het hier een beetje opsmokt, zeg maar. Maar op zich vind ik het niet heel storend. Dan weer een jas. En er stond op de site dat hij een beetje grijs was. Maar ik vind hem eigenlijk een beetje blauw grijs. Ik vind hem wel echt heel erg mooi trouwens. De kleur. En ook dit is weer een puffer jacket. Alleen dan weer zonder capuchon. Ik weet niet, ik vind die jassen gewoon echt ontzettend leuk de laatste tijd. En ik vind het gewoon heel erg leuk om er verschillende kleurtjes van te hebben. Zoals deze. Zie je, het is echt een beetje blauw-grijs. Maar ik vind dat zelf heel erg mooi. Deze heb ik ook weer in maatje 6. Dus weer in maatje 34. Deze heeft dus geen capuchon zoals ik zei. Gaat ook weer dicht met een rits. Dit aan de zijkant ook 2 vakjes met een rits. En
Ja. Het is wel een beetje een oversized model volgens mij. Dus daar moet je van houden. Maar ik vind dat zelf echt heel erg leuk. Dus dat is deze. En ik vind dit kleurtje ook altijd wel heel erg mooi bij iedereen. Heb je rood haar, zwart haar, bruin haar, blond haar. Vind ik dat dit kleurtje altijd bij iedereen wel heel erg leuk staat. En deze jas is 78 euro. Dan deze grijs-blauwe jas. En deze vind ik ook echt heel erg leuk. Deze was natuurlijk ietsjes duurder dan de beige. En je voelt dat ook echt in kwaliteit. Dat deze ietsjes duurder is. Hij is gewoon net eventjes iets, ja, van iets mooier stofje. Deze heeft dan geen capuchon. Dus dat is dan wel jammer voor als het regent of zo buiten. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk. Ook echt mooi dat hij zo grijs-blauw is. Ook de maat is weer echt perfect. Echt heel erg leuk. Het gaat dus dicht met een rits. Maar je hebt ook gewoon drukknopen waar je hem dicht mee kan maken. Twee mooie zakken. Dan een trui waar ik echt mega, mega blij mee ben. Ik zat al een beetje op de site te kijken. En toen zag ik dus deze trui voorbij komen. En toen dacht ik, oké, ik ga deze sowieso kiezen. Dus ik had hem gelijk in de winkelmandje gedaan. En dit is gewoon echt een geweldige hoodie. Ze hadden hem ook nog in heel veel andere kleurtjes. Maar ik vond deze combinatie van deze kleuren wel heel erg leuk. Het is een grijs verwassen hoodie met knalroze letters erop. In beeld word ik echt heel bleek als ik deze trui erbij hou. Maar echt heel erg leuk. Ik heb deze in een maatje S. Ik vond het wel heel erg leuk als hij een beetje oversized viel. Volgens mij valt dat wel mee. Helaas. Maar ja, nee, hij valt wel oversized. Maar ik dacht misschien kan je hem nog een beetje leuk als jurkje dragen. Dat kan denk ik net niet. Maar ik denk wel dat hij lekker oversized is, zeg maar, in de breedte. Ook vind deze heel leuk. Op de arm heeft hij ook nog een tekst staan. Er staat op Worldwide. Net zoals op de hoodie zelf. Ik vind hem echt heel erg leuk. En deze hadden ze dus ook nog echt een veel meer andere kleurtjes. Zoals nog groen, blauw, een beetje een soort paarsig, oranje. Maar ik vond deze combinatie wel heel erg leuk. Dat grijs met dat roze. Dus die. En deze kost 35 euro. Dan die heerlijke hoodie. Hij is wel iets minder oversized dan ik had verwacht. Die chick op de foto had een M of een L aan. En die was 1,70. Bij haar was het echt een jurk. Dus ik dacht, nou, als ik dan een S neem, is het bij mij een S een jurk, zeg maar. Dat is het helaas niet. Maar hij is wel, zeg maar, gewoon Niet te strak, zeg maar. Hij is wel gewoon een beetje oversized. Maar dit is hem. Ik vind dat roze echt heel erg leuk. In combinatie met dat grijze. Er zitten wel een beetje gekke vlekken hierop. Ik weet niet precies wat dat is. Maar ja, misschien hoort dat gewoon. Ik vind hem wel echt heel erg leuk. Die capuchon is wel echt heel klein. Dus hou er wel rekening mee dat als jij hem juist heel oversized wil, dat je dus wel echt nog een maatje groter neemt. Dan heb ik een hele mooie body uitgekozen. Voor de mensen die mijn vorige pre-lilting shoplogs hebben gezien, die weten misschien wel dat ik daar toen echt een super mooie jurk had uitgekozen. Het was een beige jurk met een mooie V-hals. En het sloot echt super mooi aan op je lichaam. En nu zat ik op de site te kijken en zag ik dat ze daar dus ook een body van hadden. Toen dacht ik, ja, ik wil dat gewoon hebben voor de kerst met een mooie witte pantalon eronder. Dus die heb ik uitgekozen. Ja. Ook weer in een maatje 6. Want ik wist van die jurk dat ik daar ook een maat 6 van had. Dus ik dacht, dan zou ik dat van de body ook wel moeten hebben. En kijk even hoe prachtig. Met een hele mooie diepe V-hals. En van die plofarmen, plofmouwtjes. En bij de armen is het een beetje van mesh. Dus het schijnt door. En bij de décolleté zo is het ook wel van mesh. Maar er zit er nog een onderlaagje onder. Zodat het niet doorschijnt. De onderkant is wel gewoon van normale stof. En het heeft dus ook een stringmodel. Wat ik zelf heel erg fijn vind. Als je dan een broek aan hebt, dat je niet die lelijke lijnen ziet zitten. Dus dat vind ik echt dat ze heel erg goed hebben over nagedacht. Aan de achterkant kan je hem open en dicht doen met een rit. Wat ook wel altijd lekker fijn is. En oh, ik vind deze zo mooi. Als ik kerst ga vieren, moet ik wel even 10 keer onder de zonnebank. Of even aardig wat zelfruimer op doen. Want anders val ik hier echt een beetje in weg. Maar ik vind hem echt heel erg mooi. Niet alleen mooi voor straks met kerst, maar ook gewoon straks weer in de zomervakantie met een leuk rokje eronder of zo. Echt heel blij mee. En deze heb ik dus in een maatje 6. En deze body kost 35 euro. Deze body vind ik echt zo mooi. Hij moet wel zonder BH, denk ik. Want, nou niet denk ik, hij moet sowieso zonder BH, want anders zie je dit zitten. Maar ik vind hem zo mooi. Die maat 6 zit ook echt heel erg goed. Hij sluit gewoon heel mooi aan. Met een mooie witte pantalon eronder of zo voor kerst. Of een zwarte kan natuurlijk ook. Echt heel leuk. Ik vind die mouwen ook echt heel mooi. Die mouwen schijnen dus door. En hier zit dus nog een onderstofje eronder. Waardoor het dus niet doorschijnt. Ik krijg nu de rits alleen niet dicht. Want ik ben alleen thuis. Er is niemand die me kan helpen. Maar de maat zit echt perfect. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Dan gaan we verder met een jas. En ik denk dat 9 van de 10 mensen deze heel lelijk gaan vinden. Maar ik vond hem zo leuk. En ik zat op de site te kijken. En ik dacht van nee, ik ga hem niet kiezen. Misschien een beetje te gewaagd. Maar ik kreeg hem maar niet uit mijn hoofd. En ik dacht, weet je, fuck it. Ik kies hem gewoon. Want ik vond hem wel heel erg leuk. Heel veel andere mensen die hem wel heel lelijk vinden. Maar ik vind hem heel leuk. Dus ik heb hem gewoon lekker gekozen. Dat is namelijk een
truitjes, zoals jullie al konden zien. Ook deze heb ik weer in een maatje 6, omdat ik gewoon zag dat het model wat groter was en een 8 had. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik waarschijnlijk wel een 6. Maar het is dus deze jas. Het is dus ook weer een beetje zo'n puffer jacket idee. Maar deze heeft dan rode ruitjes. En aan de binnenkant is die helemaal met van dat teddy spul. Op de een of andere manier deed het me een beetje denken aan een soort opa jas of zo. Ik weet niet, als ik dit zie moet ik gewoon aan opa's denken. Maar ik vond hem echt mega leuk. Hij is best wel groot. Maar dat lijkt me juist wel heel erg leuk. Ik hoop dat hij past. En deze was €65. Die is toch gewoon geweldig. Ja, je moet het eventjes niet zien op deze joggingbroek met deze trui. Althans, ik vind dat deze trui er nog wel onder kan. Ik snap ook als er heel veel mensen zijn die dit echt verschrikkelijk vinden. Maar ik vind dit echt heel erg leuk. Ik weet niet. Normaal, vorig jaar had ik dit echt niet gekozen. Had ik dit echt niet leuk gevonden. Maar ik denk dat mijn stijl ook gewoon heel erg veranderd is. Want ik vind dit nu echt geweldig. Een leuke Nunobag erbij. En dan een mooie broek eronder. Echt heel erg leuk. Ik ben hier echt blij mee. En de maat is ook echt top. Ik heb dus een maat 6 gekozen. Nou, de armen zitten echt perfect. En heel erg leuk. Hij valt ja, net even iets onder mijn kont. Bijna. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. Yes. Dan heb ik nog een body uitgekozen. Ook weer een leuke top. Deze is iets minder voor de kerst, denk ik. Maar vind ik wel heel erg leuk voor bijvoorbeeld straks weer een feestje. Of een verjaardag. Of iets. Gewoon foto's maken. Vind ik dit echt een hele leuke top. Dit is namelijk een beetje zo'n badpakachtige top. Je ziet dit best wel vaak voorbij komen. Sommigen hebben hem ook zonder mouwen. Of met korte mouwen. Deze heeft wel lange mouwen. Want ik vind dat zelf persoonlijk wel heel erg mooi. En dan heeft hij dus in het midden zo'n rit. Zo kan je dus zelf bepalen of je de decolleté wat dieper wilt. Of dat je hem helemaal gesloten wilt. Maar ik vind dit gewoon echt heel erg leuk voor op zo'n mooie lichte spijkerbroek. Ook deze body heeft weer een stringvorm, wat ik weer heel erg fijn vind. Zie je weer niet die lijnen lopen. Ik heb hem in een maatje 34, dus ik hoop dat hij past. Maar op zich ziet hij er niet heel klein uit. Dus ik denk dat het wel moet lukken. En ja, het is ook een beetje zo'n soort zwemstofje. Ja, je moet er echt van houden. Ik vind het wel heel erg leuk. En deze was €22. Dit is de body. Ik moet zeggen dat hij rondom mijn borsten best wel een beetje lastig dicht ging. Maar misschien moet ik gewoon eventjes een iets andere BH eronder aan. Dat wat helpt. Maar ik vind dit wel echt heel erg leuk, dit steltje. Echt heel mooi. Misschien had ik beter een maatje 8 kunnen nemen. Het zit bij mijn arm een beetje strak, maar niet. Ja, omdat het zeg maar gewoon zo'n zwemstofje is, rekt het op zich best wel mee. Dus hij kan prima. Maar heel misschien dat een 8 net eventjes iets mooier had gezeten. Maar ik vind deze wel echt heel erg leuk. Op zo'n mooie lichte spijkerbroek. Nou, op een joggingbroek vind ik hem ook al best wel gaaf. Als je er stoere sneakers of zo onder hebt. En dan een leuke jas. En dan alweer als laatste. En hier ben ik echt heel erg, ik zei het over. Ook weer een jas. Ja, ik moet weer niet laten natuurlijk. Echt een mega leuke jas. En dat is deze. Het is dus een soort van leather jacket. Het is een beetje donkerbruin. Het is niet echt zwart. Ik weet niet of je dat op de camera goed kunt zien. En hij is heel erg stroef. Dus hij is lekker overzijds, hij is lekker stroef. Ja, ik vind dat wel heel erg leuk. En dan heeft hij dus aan de binnenkant van dat teddy. Of ja, aan de binnenkant zit ook een beetje aan de buitenkant. Maar dat zie je niet, omdat hij is omgeslagen. Het is gewoon echt een hele stoere jas. Ja, je kan het heel lastig op de camera zien. Maar ik zal het straks met de aanbeelden natuurlijk beter laten zien. Er zit ook een riem bij om doorheen te doen. En ik vind deze echt geweldig. Ook deze heb ik weer in een maatje 34 volgens mij. Ja, in een maatje 6. En was €85. En ik hoop echt dat deze heel leuk staat. Want ik vind hem echt oprecht geweldig. Dus dat is deze. Dan als laatste deze jas. En ik ben er echt heel blij mee. Hij is wel wat aan de grote kant. Ook al is het dus een maatje 6. Maar het is gewoon leuk oversized, zeg maar. Het is niet dat hij echt te groot is. Ik denk dat ik hem zou combineren op een leren broek of zo. Dat dat wel heel erg leuk is. Of op een spijkerbroek. Ja, ik vind deze echt heel erg gaaf. Hij is niet heel dik en heel warm. Dus misschien is het niet echt lekker voor de winter. Misschien echt meer een herfstjas met een dikke hoodie eronder. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Dat waren dan alle items die ik van Pretty Little Thing heb mogen ontvangen. Ik ben er echt mega, mega blij mee. Vooral met alle jassen. Ik heb weer lekker jassenvoorraadje. Want ik had nog niet genoeg jassen. Nee, maar ik ben er echt heel erg blij mee. Ook dat ik weer even lekker jas heb met capuchon. Dit waren dan alle items die ik van Pretty Little Thing heb mogen ontvangen. Ik ben overal echt super blij mee. Ik heb weer lekker wat jassen erbij. Jassen met capuchon. Mooie bodies voor de kerst. En leuke laarzen. Echt, oh, ik ben er zo blij mee. Ik hoop dat jullie het ook een hele leuke video vonden. Volgende week begint dus de Black Friday sale bij Pretty Little Thing. Net zoals de Cyber Monday sale. Dus ja, best wel lange tijd om lekker van de sale te genieten daar. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Alle linkjes van alle items zullen in de beschrijving staan. Vond je het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie snel weer.